You have joined more than an army. You have joined a family. You can call me daddy. Daddy. Louder. Daddy! 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 Afkees. Idioot. Kijk. Jij wordt het beste papa die een kind zich kan wensen. En misschien kan ik hem overtuigen dat hij Abu moet vrijlaten, of misschien nog wel een paar andere kinderen. This soldier is a traitor. And what do we do to traitors? That he's lying. God will help me, as he will help you. Het is wat je doet, niet waarom je het doet. Het is mijn beste vriendje. Why is Africa always the playground of white people showing off their moral supremacy? En ik wil eigenlijk ook een kindje. Van jou. Please. You two wait. Sana 1, take 21. You shouldn't bring kids into war. Dat is wat Marco Borsato zei in de film Wit Licht. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Maar dat wil niet zeggen dat het nergens gebeurt. Overal in de wereld is wel eens oorlog. En in heel veel landen worden daar kinderen bij betrokken. Wereldwijd worden momenteel 250.000 kindsoldaten ingezet bij gewapende conflicten. En hoe erg het ook is, het gebeurt echt. Er zijn echt mensen die zulke vreselijke dingen door kinderen laten doen. En dat zie je ook in de film. In die landen lopen kinderen met een geweer rond alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Daar moeten kinderen andere kinderen vermoorden als ze net iets sneller zijn met een geweer in elkaar zetten. Daar gaan kinderen dood omdat ze misschien iets zwakker zijn dan de anderen. Daar worden kinderen opgepakt en opgeleid tot kindsoldaten. Daar worden ze gehersenspoeld zodat ze zo'n sterke haat gaan voelen voor elke vorm van gewoon leven. Daar worden ze gedwongen dingen te doen waardoor ze hun menselijke waardigheid verliezen. Daar kunnen kinderen geen kind zijn. Als kinderen zo gehersenspoeld zijn, moeten er activiteiten komen om hun geest weer gezond te laten worden. Het is een enorme opgave, maar er moet een proces worden gestart met een doel voor de kinderen. Iets waar ze in gaan geloven. Ze moeten geholpen worden met zichzelf doelen te stellen. Ze moeten weer in gaan zien dat het leven ook mooi en leuk kan zijn. Ze moeten het witte licht zien. En dat doe je niet in één dag. Je zult veel geduld moeten hebben en je moet begrijpen dat deze kinderen hele moeilijke tijden hebben doorgemaakt. In de film vergeet Thomas zijn gymkleren mee naar school te nemen. Abu gaat ze brengen, maar het is al te laat. Thomas heeft al straf. Dus gaat Abu weer terug naar huis. Die avond ziet zijn moeder het shirt van Thomas liggen. Het is een voetbalshirt van Nistelrooy. Abu doet het aan en gaat Van Nistelrooy nadoen. Hij schiet de bal iets te ver weg en haalt hem op. Op het moment dat hij de bal wil pakken, worden de zaklampen op hem gericht. Hij ziet het wit licht. Daarna verandert zijn hele leven. Hij wordt opgeleid tot kindsoldaat. Bij deze vorm van het witte licht gaat het niet om het zien van de goede dingen van het leven, maar gaat het er juist om dat Abu's leven totaal gaat veranderen. Hij wordt kindsoldaat en zal nooit meer zijn zoals hij was. Ook wordt het woord vader in de film Wit Licht in meerdere opzichten gebruikt. Zoals vader als militair leider en vader die voor de rechten van de kinderen opkomt. De laatste is natuurlijk hoe een vader echt hoort te zijn. Het leven
dat wat Obeke, de militaire leider, de kinderen geeft, is natuurlijk niet het leven van wat een kind en zeker niet op die leeftijd hoort te hebben. Een kind hoort te spelen met poppen, met auto's, met computerspelletjes en niet met geweren, messen, bommen en mijnen. Maar het gebeurt wel en ik snap echt niet hoe dat kan. Ik snap niet hoe het kan dat iemand zo het kinderleven van een kind kan afnemen en hem of haar zo snel kan laten opgroeien tot een soldaat. Dat hoort niet. Daarom vind ik het heel goed dat er organisaties bestaan tegen kindsoldaten. Organisaties die kinderen helpen met het opnieuw kind worden en het verwerken van alles wat ze hebben meegemaakt. En wat we al zeiden, dat gebeurt niet in één dag. Dan moet je heel wat tijd en moeite ingestopt worden. Maar ik denk dat het dat allemaal waard is. Want als dat kind al groot is, zou je zo dankbaar zijn voor alles wat je hebt gedaan. En daar doe je het voor. Alles uit liefde voor de kinderen. Want een kind is een kind en dat moet het ook blijven.